je tuin omtoveren tot vlinderparadijs is nog best een klus. Hier in mijn vlindertuin, Not in Mokum, kan ik je uitleggen hoe ik dat doe. Vlinders en vooral rupsen zijn super kieskeurig, maar je kan goed rekening met ze houden. Of dat nou in je tuin is of op je balkon. Wil je alles leren over vlinders en wat je voor ze kan doen? Of je bekijkt dan al mijn afleveringen, of je komt lekker een keer een cursus volgen in de vlindertuin. Het is aan jou. Zo, welkom in de vlindertuin weer. Ik dacht, hoe leuk is het om het even over de brandnetelvlinders te hebben. Dus de brandnetelvlinders, dat zijn een aantal vlinders waarvan de meeste van jullie al zullen weten van die leggen eitjes op de brandnetel. Dus dat is lekker makkelijk. Eén plant waarmee je meerdere vlinders kan bedienen. Welke vlinders zijn dat dan? In ieder geval 6 die erop zitten. Stiekem ook meer bij nachtvlinders. Maar laten we het nu hebben over de Atalanta. De dagpaoog, distelvlinders legt er ook eitjes op. De gehakkelde Aurelia legt er eitjes op. De kleine vos. Ik heb hier nog een combinatieplaatje van het landkaartje. Nou, het landkaartje heeft niet 2 verschillende soorten vleugels, maar dit probeert aan te duiden dat er een zomervariant is en een lentevariant. Dus de zomervariant is een stuk donkerder aan de bovenzijde. Al die vlinders die brengen per jaar dus 1 generatie weer, of een nieuwe generatie voor. Dus ongeveer rond juni, juli. Dan hebben ze dus die brandnetel nodig om eitjes op te leggen. En per soort varieert het dus van, brandnetel. Maar het maakt dus echt wel uit waar die staat, hoe nat die staat enzovoort. Dus ik ga in deze aflevering eerst even laten zien van, waar heb ik zelf dus die brandnetel staan hier in de tuin. Ik zal een beetje uitleggen wat de theorie erachter is, waarom ik ze daar toelaat of ze daar juist heb neergezet. We gaan eens kijken hoe het in de praktijk eigenlijk werkt in deze tuin. Nou, het eerste voorbeeld van brandnetels wil ik deze noemen. Dus dat ook een beetje om te pochen met hoe mooi mijn bloemenweide nu is. Maar ook in de bloemenweide vind je dus brandnetels. En vaak losstaand. In het begin zijn ze nog klein, nu zijn ze natuurlijk al wat groter. Brandnetels in je bloemenweide geeft aan van dat de boel een beetje aan het verrijken is. Want anders zouden die niet echt voet aan de grond kunnen krijgen. Maar deze zijn een beetje losstaand. Staan er meerdere, daar staan er ook een paar. En in het allereerste begin, als je dus gefaseerd gemaaid hebt, dan zul je zien dat er hele kleintjes, soms kleine bosjes ontstaan ook tussen de bloemen in. Ja, een veel logischere plek voor brandnetels is dus waar veel voeding te halen is. Dus je ziet deze al, staan er meer bij elkaar. En dat is niet gek, want als je hier kijkt, is dit dus al mijn snoeiafval. Dus dat is lekker aan het composteren. Al die voedingsstoffen gaan de grond in. En er groeit dus rijkelijk brandnetel, moet ik zeggen. Dus dit is een beetje de logische plaats waar je brandnetels zou verwachten. Ja, en wat ik dus ook heb gedaan, dat zie je een beetje achter me. Hier staan brandnetels in pot. En daar heb ik er meerdere van door de hele tuin gezet. Om eigenlijk verschillende situaties na te bootsen. Dus er staan bijvoorbeeld brandnetels in pot vlak bij het water, bij de vijver. Hier staan ze gewoon in de halfschaduw en wat droger. En zo heb ik meerdere potten door de tuin gezet om te kijken van worden er eitjes opgelegd door die Aurelia's en welke zijn dat dan? Oké, wat is dus de theorie? Ruwweg kan je zeggen van er zijn 2 smaken. Je hebt brandnetels die wat meer solitair staan, bijvoorbeeld in de bloemenweide dus, die een stuk droger staan en een stuk kleiner zijn. Dan heb je smaak 2, dat zijn brandnetels die wat ouder al zijn, wat groter, staan vaak wat natter en ook een beetje in de halfschaduw. Over het algemeen kan je zeggen, van wat eerder is vastgelegd, dat bijvoorbeeld de kleine vos en de distelvlinder meer de neiging hebben om op de wat solitaire brandnetels, dus bijvoorbeeld die in de bloemenweides, die in de volle zon staan en wat kleiner zijn, om daar de eitjes op te leggen. Al die andere vlinders hebben de neiging om dat op grotere brandnetels te doen, die wat natter staan en meer in de halfschaduw. En dan moet ik bijzeggen dat de Atalanta die voorkeur heeft, maar dan wat vaker gezien wordt op de wat kleinere brandnetels. Nou, dan is het nog belangrijk te weten van wanneer worden die brandnetels dan gebruikt door rupsen. En dat is over het algemeen, zou ik zeggen, juni is rupsenmaand. Maar ga er maar vanuit dat er ook eind mei al wat eitjes worden gelegd.
In juli zijn er ook nog steeds rupsen. Dus dat is een vrij lange tijd dat je rupskans hebt. En dan moet je dus gewaakt zijn van hey, wanneer ga je dan die brandnetels bijknippen, al zou je dat willen. En ik zal later even uitleggen van hoe je dat dan ziet aan je brandnetels. Dat er daadwerkelijk rupsen in zitten. Vooral als ze klein zijn, kan dat moeilijk te zien zijn. Oké, we zijn hier in het geveltuintje. En hier staat een brandnetel die misschien antwoord op de vraag geeft van hoe herken je dan aan een brandnetel of er rupsen in zitten. Want wat veel van die rupsen doen is dus spinnen. Dus niet alleen spinnen die spinnen. Ook rupsen kunnen dat heel goed en die maken een soort van slaapzakje van het blad. En er zitten dan hele kleintjes in en die eten dan een beetje. Maar ze zitten hier veilig. En in het allereerste begin, kijk dat zie je bijvoorbeeld bij deze, zou je nog helemaal niet zoveel vraat ontdekken. Maar je ziet wel dat hij is dichtgespind. En daaraan herken je dus dat de jonge rupjes in de brandnetel zitten. En dat kan je dan heel goed aanhouden als iets waar je naar gaat kijken. Als je dan toch die brandnetels een kopje kleiner wil maken, dan laat je deze bijvoorbeeld staan. Nou, over alle brandnetels in pot kan ik dus vrij kort zijn. Want op geen van die brandnetels in pot heb ik of vraat gevonden of heb ik rupsen gevonden. Dus dat experiment dat draaide op niks uit. Het zou heel goed kunnen zijn dat het volume van die brandnetels in pot gewoon te weinig was om indruk te maken op de vlinders. Wat wel leek te werken, je ziet hier achter de weide, die leek eigenlijk een beetje op diegene daarvoor, dus die bloemrijkere. Maar deze heeft geen maaibeleid gehad dit jaar. En dat, daardoor zie je veel meer brandnetels en grassen er doorheen. En dat komt omdat ik hem niet wou maaien, want ik zag in het hele vroege voorjaar zag ik dus kleine vossen, zag ik paringstandjes doen en de eitjes leggen op de net ontstane brandnetels. En toen dacht ik, oké, vlinders hebben het hier voor het zeggen, dus we gaan maar een jaartje niet maaien. Maar ja, wat de theorie dus zegt, de kleinere groepjes aan brandnetels die in de zon staan, die worden gebruikt door de kleine vos om de eitjes op te leggen. Dus dat heb ik gezien en dat lijkt te kloppen. Ja, het maffe is dus van voorheen, dus afgelopen 6 jaar, heb ik dus veel van die dichtgevouwen bladeren gevonden. Ook van solitaire rupsjes die eruit kwamen. En dat kon dan zijn van de dagpaloog, van de Gaccode aurelia, van de kleine vos. Maar ik vond nooit echt die grote klonten aan rupsen ongeveer die je vaak op plaatjes ziet. Dat ze echt in grote getalen op zo'n plant aanwezig kunnen zijn. Dit jaar heb ik voor het eerst dit stukje dus niet gemaaid. Dus het was al heel erg nat, er was al heel veel brandnetel. De urine komt erin uit. Dus die brandnetels konden echt gewoon flink uitpakken dit jaar. En ik heb ook best wel een stuk staan. En ik moet zeggen van, dit stuk is zo interessant blijkbaar. Dus er wordt veel gevlogen door bijvoorbeeld Atalanta's die eitjes komen leggen. Maar ik heb dus ook voor het eerst dit jaar, of dit jaar, sinds die 6 jaar vlindertuin, heb ik een flinke klont aan rupsen op meerdere brandnetels. Nou, je ziet ze in de verte, ik zal ze ietsje uitvergroten. En maf gezien is dat dus de kleine vos. En dat is dus niet wat de theorie belooft. Want dit is dus een wat nattere plek. En die brandnetels zijn dit jaar helemaal niet zo klein geweest. Dus praktijk is verwarrend. Maar feit blijft, brandnetels werken voor de aurelia's. Waar ze ook staan, er is er altijd wel één die denkt van, hey, dit vind ik boeiend. Mocht je een brandnetel in je tuin hebben en rupsen erop, ik vind het altijd interessant om te horen van, welke rupsen zie je erop en hoe staat die brandnetel? Staat die in de zon? Staat die nat? Staat die droog? Of staat die in de schaduw? Ik vind het toch wel interessant om daar meer over te weten en dat ik meer actiever hier in de tuin dat soort plekjes kan creëren. Dus laat me weten. In ieder geval bedankt voor het kijken en ik hoop dat je er iets aan had. Joep!